Heren, welkom. We zijn natuurlijk keihard aan het werk met z'n allen om er het best uit te zien. Maar soms wil je even die bad boy vibe hebben, even wat stoerder eruit zien. Je wil eigenlijk gewoon die uitstraling hebben waarvan vrouwen zeggen, kijk, dat is nou een mannelijke man. En daar ga ik jullie vandaag bij helpen. Vandaag ga ik jullie namelijk 6 items geven om ervoor te zorgen dat jouw look meteen een stuk stoerder wordt, meteen een stuk mannelijker wordt. Voor de mensen die nieuw zijn, mijn naam is Patrick en dit is mijn kanaal. En op dit kanaal vertel ik alles over stijl, alles over fitness en natuurlijk om de beste versie van jezelf te worden. Dus mocht het interessant zijn voor je, abonneer dan op mijn kanaal. Druk ook gelijk even op het belletje, dan weet je zeker dat de video's naar je toe komen. En laten we er snel induiken in de 6 items, zodat jij er direct stoerder en mannelijker uitziet. Psst! Weet je wat jou ook stoerder en mannelijker maakt? Even een like geven op deze video. Yes, item nummer 1. Heb je ooit iemand gezien die een leren jas heeft aangetrokken en die er niet direct stoerder, die er niet direct mannelijker uitziet? Nee? Ik ook niet. Item nummer 1 is natuurlijk een leren jas. Een leer is een ontzettend goed materiaal omdat het een stoere, natuurlijke look geeft. Bijna bij alles wat je maar van leer maakt. En een leren jas is dus ook echt ideaal om jouw look nog even net wat stoerder te maken. Net even net wat extra die vibe te geven. Vooral als je bijvoorbeeld een leren motorjas hebt, weet je wel, die motorjasstijl. Dat is toch echt wel heel goed om even een stoere look te creëren. Geen leren jas, met leren jas. Heb ik nu niet net 5 mannelijkheidspunten gewonnen door alleen maar een leren jas aan te trekken? Zorg er dus voor dat jij een mooie leren jas in je garderobe hebt hangen, zodat jij ook die bad boy look kan creëren met die leren jas. Een leren jas past natuurlijk bijna overal op, dus je kan hem altijd wel gebruiken om je stijl net even wat stoerder te maken. En nummer 2 om er direct mannelijker en stoerder uit te zien, is het dragen van een horloge. Een horloge met bijvoorbeeld een metalen band houdt je stijl ook gelijk weer een stukje omhoog. Maakt het ook weer gelijk een stuk stoerder. En er is niks stoerder dan een horloge op een man. Want die laat je eigenlijk zien, hé, ik ben een man, ik ben van de tijd, ik ben altijd op tijd. Dat is het signaal wat je natuurlijk onbewust afgeeft. Dus een horloge op een man maakt ook gelijk een stuk stoerder. Zorg er wel voor dat je horloge niet te groot is, maar gewoon een mooi horloge het liefst. Je kan ook voor een leren band gaan. Dat maakt je horloge ook ontzettend stoer. Geeft ook echt een ruwere look. Maar een horloge dragen geeft je natuurlijk ook weer gewoon automatisch 5 extra mannelijkheidspunten. Het merendeel van de mannen draagt waarschijnlijk geen horloge, omdat iedereen een smartphone bij zich heeft. En een beetje afwijkend zijn van de rest. Ja, dat zorgt natuurlijk voor die extra stijl, voor die extra stoerheid en voor die extra mannelijkheidspunten. Dus draag eens een horloge en je ziet gelijk dat je een stuk stoerder eruit ziet. En dan op nummer 3 hebben we natuurlijk ook weer een klassiekertje. En dat kan natuurlijk ook niet anders dan de boots. Boots zorgen er natuurlijk ook voor dat je stijl ontzettend stoer en ontzettend mannelijk direct wordt. Ga maar na, wie dragen er boots? Het leger, brandweermannen, houthakkers. Zijn een van die mannen niet stoer? Ik bedoel maar. Boots zorgen er echt voor dat je je stijl direct ook weer gewoon een stuk stoerder maakt. Boots zijn lekker ruw, ze geven een mooie, goede uitstraling, een ruwere uitstraling. En dat is exact wat je wil bereiken om nog mannelijker en nog stoerder eruit te zien. Boots onder je outfit zijn dus ook echt een must-have als jij er stoer wil uitzien. Nummer 4 die ook ontzettend kan helpen om jouw stoerheid weer eventjes een stapje omhoog te tillen, jouw mannelijkheid net iets beter te maken. En dat is natuurlijk, zoals Donnie altijd zegt, een snelle planga. Een zonnebril. Ja, natuurlijk. Zonnebrillen zijn ideaal om een goede stijl te creëren. Zeker een stoere, mannelijke stijl. Als je voor een metaalframe gaat, ik zou een beetje wegblijven van de plastic zonnebrillen. Dat ziet er namelijk best wel goedkoop uit en bijna iedereen heeft er één. Ik zou voor een metalen frame gaan. Maak je een stuk mannelijker. Ja, helaas wonen we wel in Nederland natuurlijk. Dus we hebben niet altijd zon. Deze tip kan je dus niet altijd gebruiken. Ga niet in de winter een zonnebril dragen. Want nee, dan ben je niet stoer. Dan zie je er alleen maar uit alsof je, ja, niks kan zien. Wat je dus dan ook niet kan. En voor die extra stijlpunt en die extra stoerheid, vergeet natuurlijk niet dat een zonnebril een buitenitem is. Kom je dus binnen, dan zet je je zonnebril af. Meer dan 2 stappen binnen, dan is die zonnebril af. Je kan hem vaak mooi aan je borstzakje hangen als je een borstzakje hebt. Of aan je nek hangen. Dat geeft vaak ook nog wel een ontzettende goede look. Sommige mannen dragen ook een ketting en dan kan je hem daaraan hangen. Dat ziet er vaak ook best wel heel stoer uit. Een zonnebril is dus ook echt een accessoire waarmee je een stoerdere look kan creëren. Zelfs als je hem niet aan hebt. Op nummer 5, een item wat veel mannen vaak vergeten. Dat dat ook bij je outfit hoort. En dat dat ook bij je stijl hoort. Jawel, daar heb ik het over. Een tas. En niet zomaar een tas, nee, een leren tas. Hij mag ook van canvas zijn, maar het liefst leer om een extra stoere en mannelijke look te creëren. Een leren tas is gewoon ideaal, omdat het een ontzettend natuurlijk product is natuurlijk. Hè? Net zoals het leren jasje. Geeft gewoon een stoere vibe, geeft gewoon een stoere look.
zorg er gewoon voor dat je geen schooltassen draagt. Als jij een schooltas, een rugzak draagt van Eastpak of weet ik veel wat, ja, dat is niet zo stoer. Dat haalt je look direct naar beneden. Ga voor natuurlijke materialen, zoals canvas, zoals leer. Een schoudertas of een aktentas zoals deze, ja, dat ziet er toch nog weer even net wat volwassener uit. Dat geeft je net weer een wat stoerdere vibe, wat weer je stijl kan upgraden en ervoor kan zorgen dat jij een stuk mannelijker uitziet dan de rest van de mannen. Dus doe die stoffen schooltassen weg en ga lekker voor een leren schooltas of een canvas schooltas. En laat de mannelijkheid en stoerheid letterlijk van je outfit afdruipen. En dan tot slot op nummer 6. Jawel, dat zijn grijze jeans. Grijze jeans kunnen je look ook weer goed stoer maken, goed mannelijk maken. Bijna iedere man heeft wel blauwe jeans of zwarte jeans. Grijze jeans, dat hebben al een stuk minder mensen. Maar grijs is zo'n kleur die een ontzettende ruwe vibe geeft. Die grijze jeans geeft gewoon een lekkere, coole uitstraling. Het is een coole kleur. Gooi er een zwart t-shirt overheen, boots eronder. En wil je nog een beetje extra punten? Ja, ga dan voor dat leren jasje eroverheen. En je hebt echt een zieke outfit. Gewoon echt een outfit killer waarmee je bijna overal wel de hoofden zal gaan laten draaien. Grijze jeans is dan ook zeker eentje om op je lijstje te zetten om in je kledingkast te hebben. En als je even voor die stoere look wil gaan, die jeans uit de kast te trekken. Yes heren, ik hoop dat ik met deze video jullie mannelijkheidpunten letterlijk met 20 omhoog heb gebracht. En ik hoop dat jullie deze video natuurlijk leuk vonden en er iets aan gehad hebben. Dus laat natuurlijk even een like achter op deze video. Abonneer op mijn kanaal, druk ook even op het belletje, dan komen alle video's sowieso naar je toe. Ik heb ook een Instagram. @PatrickVanDerEst. Daar kunnen jullie me ook op volgen. En dan zie ik jullie natuurlijk weer bij de volgende video. Laters.